Chimping mijn sluis en dan zijn de paddocks geen paddocks meer, maar een rijbak. Want, ik zal het even laten zien. Ja, Tess is hier nu lekker aan het rijden. Maar zoals je ziet, is het weer allemaal omgetoverd tot Jumping Maasluis. Dus dan hebben we weer enorme springtuinen. Met van die gave trucks op het springveld. En dat is dan voor de jury. Als je daar iets over, meer over wil zien, moet je even in het i'tje klikken. Want dan kun je van vorige jaren zien hoe dat er allemaal uitziet. Ik kan ook zelfs boven op het terras zitten tegenwoordig. VIP lounge. Nou, hier is het dus lekker springen. Ik moet zo meteen dus meteen plezier rijden. En ik ben er denk ik wel klaar voor. Oké, bij de kinderhoek heb ik deze gemaakt. Met Bella en Tessa. Sleutelhanger. En nu ga ik wel samen, want ik heb heel veel in mijn wedstrijd. Nee. Ik meet de passen van de galopsprong, zodat ik weet hoeveel galopsprongen ik ertussen moet maken. Ik ga zo met Bella dressuren in het M2. En ik ben nu aan het losrijden. Bella, even de dressuur houden. Nou, ik heb net mijn proefje gereden en ik vond het best wel goed gaan. De tweede ging wel beter, dan was hij ietsjes meer bij me, want hij was eerst een beetje doordrammelig. Maar mijn tweede dag ging wel fijn en gelukkig morgen mogen we lekker springen. Kan je je naam nog zeggen? Even je naam zeggen. Ja, de jumping verandert de manege altijd in een concours. Ik kan het niet anders noemen. Hier hebben we de dagjesmensen. Maar er zijn zelfs mensen die hier blijven slapen. Dus dan is het een camping. En dan slapen ze gewoon in hun vrachtwagen of in de tent. En die zijn dus hier. En hier staan alle vrachtwagens die per dag komen. Dus nu is het nog vroeg, dus nu is het opruimen. BHV is ook al aanwezig. En straks staat dit allemaal helemaal vol. Speciaal voor jumping is er ook een aparte koelkast. En die koelkast is gerold. Namelijk een complete oplegger. Het gewone leven gaat ook nog door. Het moet opgestrooid worden. Ik ga nu een rondje M springen voor mijn paardje vertrouwen. Mijn dresseur, dat ging wel aardig. Mijn eerste proef had ik wel hogere punt als de tweede. Die je gefilmd had ook 196,5, daar liep hij ook heel veel. En mijn tweede proef had ik in de 103 of 174. Dus ik weet ook niet helemaal waar het verschil aan ligt, maar dat zal wel aan de jury liggen. Misschien vonden ze me niet leuk. Ik weet het niet. Hij sprong één keer aan in galop in de travers en daar kreeg ik een 1 voor. Dus dat is wel lekker afgestraft. Dus dan gaan we lekker springen. Ik ga nu met Doe een rondje M rijden. Gewoon voor zijn vertrouwen dat hij gewoon daarna het set fijn rond kan lopen. Ook voor mijn eigen vertrouwen dat gisteren Winchester niet zo heel fijn heb kunnen rijden. Dus die start ik ook vandaag en morgen niet meer. Die heeft zoveel spanning door de sloot dat het gewoon geen zin heeft om dat beest rond te rijden. Dat is gewoon gevaarlijk voor mezelf. Hij liep fijn, ik had wel één balkje, maar voor zijn vertrouwen is het wel goed zo. Ik heb lekker gereden in elk geval. Misschien ga je net zet? Met een fijn gevoel. Als je hem
van tevoren, weet je, zo lekker een andere hand hebt. Ja. Terwijl je dan eigenlijk voor de sprong wil jij dit nog wel eens doen. Ja. En als je dan je hand rustiger hebt, dan heb je veel meer. Ik heb echt heel fijn gesprongen in het set. Ik was foutloos, alleen in de barrage had ik de laatste het af. Liep hij iets door mijn hand heen, waardoor hij net met zijn voor- of achterbeen, dat weet ik zelf niet, het balkje eraf tikte. Maar ik ben wel echt super tevreden. Dus morgen gaan we even knallen. Kijk, als je dan niet mee kan doen aan jumping mijn sluis, omdat je gewoon nog niet zo ver bent, dan doe je jumping mijn sluis in je uppie. Pieuw. Nou, die ging niet helemaal zoals het moet. Ik heb gisteren gesprongen, eerste keer met Bella, eerste rondje was dat. En het was heel erg goed, ik was foutloos. En in de barrage helaas een balkje, ik had wel de snelste tijd. Maar ja, een balkje, dus dan telt het niet. En het tweede rondje met G-Star en dat ging ook heel erg goed. Helaas een balkje op 5. Hij kwam ietsjes te veel terug en ik ging mee met hem terug. En ik had hem eigenlijk ietsjes meer naar voren moeten rijden. Maar voor de rest sprong die ook weer top. Ik ben echt super trots op ze allebei. En dadelijk moet ik weer. En hopen springt ze weer heel erg goed. Nou, ik ben nu Bella aan het klaarmaken. Jij? Mijn groens. Deze snoepjes, die ruiken echt bizar lekker. Ik heb ze daar in het tentje gekocht. Kon je zelf pakken, de kiezen welke smaak je wou. En ze ruiken... Rebecca, je moet even ruiken. Ik ruik even. Oké. Okay. Het ruikt... Ze willen allebei opeten. Allebei opeens, ze weten het wel weer. Nou, opeens, zo lekker. Oké, okay, we gaan proeven. Komt ie. Dat is hard. Lekker. Het smaakt niet echt nergens naar. Volgens mij hebben ze gewoon een hoop geurstof in gedaan, want het smaakt gewoon nergens naar. Ik geef hem wel liever aan mijn paard, in plaats van dat ik mezelf opeens. Ja, oh, je eet het ook echt op. Nee, maar het smaakt gewoon nergens naar. Nee, dat vind ik niet lekker. Dat vind je niet lekker. Het smaakt nergens naar, dus dan is het niet lekker. We ruiken hem aan. Hier, geef maar aan je paard. Oh, dit is toch niet helemaal. Kom maar. Hier, ga jij even kijken. Bijna wel eens. Hoe kun je dat nou lekker vinden? Het smaakt nergens naar. Is dat een peperbeetje? Nee, snoepie. Hartje. Bella, oh my god. Het is een Bella Flavor om. Ik vind het ook raar. Het is lekker, Bel. Dit is Bella het paard. Dus dat is wat anders dan Bella de pony. Ik heb net mijn basisport lopen en ik ga nu kijken van de barrage. En dat is 1, 2, 7, 5, 6 en 12. We gaan hem niet lopen? Nee, dat doe ik niet. Ik kijk al even in mijn lijn. Okay. Je loopt met je vader? Ja, ik neem nu even nog een keer met mijn vader wat mijn ideeën zijn. En dan kan ik kijken of hij nog wat aan te passen heeft. Oké. Doe je dan altijd wat hij zegt of niet? Wat zei je? Doe je dan altijd wat hij zegt of niet? Nou ja, want hij weet het altijd beter. Ik heb een parcours in mijn hoofd, hoop ik. En ik heb een barrage. En ik ga nu mijn paard pakken en ga ik opzalen. Ik ben de weg kwijt met de barrage. Ik kom nog sneller. Maar ik sta nu nog eerste. Ik weet niet of dat zo blijft, want ik kom nog één keer afsnijden. Maar ja, ik was de weg kwijt. En ik hoop natuurlijk wel dat ik eerst blijf. Maar we gaan het zien. En ik heb in ieder geval super fijn gereden. Daar gaat het ook om. En dadelijk nog met G-Star rondje springen. Hopelijk gaat het ook super. En nou moet ik aan het zuurstof. Tweede tijd is er voor Dina Gels. We gaan even de 8 uur van een seconde in de volgende ronde op je weg. Veel langer met Hans. Kim van Kees met Maasluis met Henja. Rapportcijfers, bijslamrijden 7, houdingen zit 7 en algemeen indruk 7. Geeft het aantal 70 stijlpunten in het basisparcours. Ik ben 60 geworden. Hoi allemaal!
Nou, wij hebben het vandaag een dagje voor Rebecca overgenomen. Nou, de laatste dag van Jumping, de sluier zitten weer op. Ik moest vanmorgen om 9 uur op de koer lopen. En ik had het M nooit gewonnen met Do. Hij liep echt super fijn, dat ik eigenlijk wat zoiets had van het is goed voor vandaag. Dus Do heeft goed zijn best gedaan. Nou, voor mij was het ook vandaag de laatste dag Jumping. En nou, zo te zien is dat wel goed verlopen. Ik ben vandaag eerst geworden in het L met Bella. En ze sprong echt super goed. En ik was een hele snelle tweede fase. En daar zijn we eerst geworden. En hier is Juice. Die is vandaag ook, ook meegedaan. Ook in het L. En die sprong echt super goed. Alleen had hij helaas een balkje in de tweede fase. Maar dat gaat ook steeds beter. Nou, Jim en mijn sluier zitten weer op. 4 dagen lang. Nog 1 hebben we geblesseerd. En eigenlijk de rest van de dagen hebben we allebei goed gesprongen. En het waren superleuke dagen. We hopen ook dat jullie het leuk hebben vonden te kijken. En we zien jullie snel weer. Op naar de volgende video. Op naar de volgende wedstrijden. Ook.